Ja, dat kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal, oftewel Rotjoch. En vandaag is weer een belangrijke video voor jullie, want het is de allerlaatste dag van de maand. Dat weten jullie, de 29e van februari. En dat houdt in, ik ga weer een nieuw schema op mijn kanaal doen. De laatste paar dagen ben ik de laatste tijd niet zoveel met uploads bezig geweest, want ik was een beetje druk. Maar vandaag een hele belangrijke video voor jullie. Het staat ook in de titel belangrijk. Een nieuw schema, want zoals jullie weten ga ik elke maand een nieuw schema voor jullie aannemen. En samen met de kijkers, dus jullie hebben bepaald wat ik ga doen. Voor degene die weten hoe ik het bepaal, heel simpel, op basis van weergave. Hoe meer jullie een video bekijken natuurlijk, hoe leuker jullie een video vinden. Dat is een beetje standaard, zo werkt natuurlijk hoe YouTube werkt. Als jij een video 10.000 keer bekeken krijgt en één video 1.000 keer bekeken krijgt, weet je in ieder geval dat ik de video met 10.000 weergave natuurlijk de leukere video is en mensen willen het graag zien. Dus op basis daarvan hebben we een nieuw schema. Dus allereerst mijn oude schema, het zag er als volgt uit. Dat is deze Ark Survival, Acario, bladibladibla, random video. En dan had ik dus per week, zag het er zo uit. 3 keer Mindtopia, 2 keer Ark, 2 keer GTA, 2 keer Murder, eigenlijk zelfs 1 keer Murder. Beelden af, interactie, random, map van de kijker, Call of Duty Black Ops 3. Dat is mijn oude schema. Maar, dat gaat nu weg. Nu is het schema dus dit. Dit is het nieuwe schema. Het gaat dus als volgt. Je ziet hier de datum staan. Dinsdag, dus vanaf morgen gaat het schema in. Gaat dus Minecraft beelden af, map van de kijker. Op deze manier gaat het verder. Slaat op. Ik heb een hele in de beschrijving. Hier staat natuurlijk een linkje meteen. Een Giasso heet dat. Een linkje waar je mijn schema kan zien. Dan weet je in ieder geval welke video op welke dag online komt. Zoals jullie zien, ik ga elke dag natuurlijk 2 video's per dag doen. Eentje om 17:30 en eentje om 19:30. Zoals altijd. Op zaterdag zie je ook om 3 uur een extra video. Een interactievideo. Om 3 uur is een extra video in de week. Er staat in 15 video's per week. Maak voor jullie kijkers. En hopelijk ga je het hartstikke leuk vinden. Nou, dan gaan we meteen even door de series heen. Wat ik ga doen. Zoals ik zie meteen heb ik de series die ik heb doen per week. Ik ga 3 keer Mindtopia doen. 3 keer Lucky Block. 3 keer GTA 5. 2 keer GTA 5. 2 keer Ark. Murder 2 of 1 keer. Build of 2 of 1 keer. Map van de kijker 1 keer. Interactievideo 1 keer. Nou, hoe bedoel je met 2 of 1 keer? Heel simpel. Je gaat onder de week ga je of 2 keer build of krijgen. De week 1 krijg je 2 keer build of. De week daarna krijg je 2 keer Murder. Daarna weer 2 keer build of. 2 keer Murder. Op die manier gaat dus eigenlijk de serie in zijn werking. We gaan even langs alle stappen, alle series. Let's do this. Nou, als eerste dinsdag natuurlijk. Hebben Minecraft. Nou, we gaan eigenlijk beginnen maandag. Want eigenlijk een week gaan van maandag tot met zondag. Gaan we even kijken. We beginnen elke maandag dus nu om 16:30 Mindtopia GTA 5. Daarna op dinsdag heb je Murder en Map van de Kijker. Woensdag Mindtopia en Ark. Donderdag Lucky Block PvP, Lucky Block Race. Wat is nou Lucky Block PvP, wat is Lucky Block Race? Nou, vorige Lucky Block Race is de Sinios natuurlijk online gekomen bij mij op de zaterdag. Inderdaad, met een paar vrienden van mij gewoon lekker gaan Lucky Blokken. Race tegen elkaar, kijken wie dus eerst aan de overkant is. Het is vooral lachen, gieren, brullen met vrienden van mij. Met Duffy meestal, die gaat meedoen natuurlijk. Marnie gaat heel veel meedoen van InGameStad, die gaat wel vaker meedoen. Noem het maar op, allemaal verschillende gasten natuurlijk, Lucky Block Races. Lucky Block PvP is eigenlijk hetzelfde, maar in plaats van racen gaan we tegen elkaar PvP'en. In een soort van arena die ik daarvoor gemaakt heb. Nou, de volgende hebben we vrijdag, dus natuurlijk Mindtopia, GTA 5 weer. En zaterdag krijg je de interactievideo. De interactievideo is inderdaad met jullie op Omegle. Reacties op, reageren van mij op oude reacties, op oude video's. Reageren van mij op jullie comments, want jullie hebben heel veel leuke comments. Dat ga ik natuurlijk allemaal voor jullie filmen op reageren. Hartstikke tof. Reactievideo, extra video op zaterdag 3 uur. Minecraft Build Off, Ark, Banana, zondag, Murder en Lucky Block. Dit is het schema, het is beneden in de beschrijving, dus je kan het niet kwijtraken. We gaan proberen dit schema vast te houden de hele maand. En inderdaad, hoe kun je nou je liefde laten zien? Stel je voor, je vindt de serie zo ongelooflijk tof. Kijk je de video, doe een like omhoog en doe een comment. Zo kan ik inderdaad zien van, hey joh, vind je deze video leuk? Ja of nee? Vind je het een kut video? Dan doe je het lekker niet. Inderdaad, dan ga je het niet kijken. Of je laat gewoon even weten in de reacties van, nou, ik vind het geen leuke video. Waardoor ik dus inderdaad de serie kan laten vallen voor de volgende maand. Dus ik heb 3 games in mijn kanaal. Dat zijn Minecraft, GTA 5 en Ark Survival. 10 keer Minecraft, 2 keer GTA, 2 keer Ark. Dus inderdaad, kijk lekker alle video's. Ark gaat heel erg goed, jongens, als steeds. Super vet. Map van een kijk vind ik heel leuk om te doen. Mytopia gaat... Zo, dus eventjes een boertje die omhoog kwam. Lucky Block wordt hartstikke leuk natuurlijk met allemaal vrienden. Ik heb er gewoon hartstikke veel zin in. Gewoon lekker een nieuw schema. Dat is even belangrijk dat jullie dat weten. En laat me inderdaad even weten wat je van dit schema vindt. Want... Jongens, ik doe natuurlijk deze video's voor jullie. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Zoals je ziet, heel veel video's doe ik niet alleen. Inderdaad, Mindtopia is meestal wel alleen of met andere mensen. Lucky Block Races, nooit alleen. Altijd met 4 mensen. Dus altijd gezellig met een groepje. GTA 5, nooit alleen. Altijd met een groepje. Ark, meestal niet alleen. Met een groepje. Murder, nooit alleen. Met een groepje. Build Off, nooit alleen. Met een groepje. Dus ik wil heel veel samenwerken met meerdere YouTubers. En laat me ook even weten welke YouTubers je graag wil zien in deze video's. Want dat kan natuurlijk allemaal. Want heel veel YouTubers ken ik toevallig. En misschien willen ze wel een keertje met me meedoen.
Alright mensen, dit is mijn nieuwe schema. Beneden in de beschrijving staat die. Klik erop. Er staat letterlijk gewoon in de tweede regel mijn schema met uitroeptekens. Of met hoofdletters. Dubbele punt. Dan een linkje. Dat linkje precies. Ja, precies dat ene linkje kan je gewoon klikken. En daar staat precies dit schema in. Weet je precies welke video op welke dag online komt. En hoe laat die komt. Kijk er even naar. Zeker even toen. Slaat ergens op dat je het nooit meer hoeft vragen aan mij. En hopelijk ga ik het voor jullie volhouden. Want af en toe heb ik gewoon niet zoveel tijd of zin om een video te maken. Dan is het mijn schuld. Maar dan weet je in ieder geval welke video's er online komen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze nieuwe schema. Voor dit nieuwe schema. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Bedankt voor het kijken. Later dan maar. Tot ziens. En natuurlijk, Rotjoch zegt, peace.